Hij houdt het wel. Ja, hij staat aan. Ja. Wat had ik jou gezegd? Hallo, good morning! Het is vandaag maandag en ik ga vandaag naar school en daarna naar de opvang en dan word ik weer opgehaald. En ik en Bart gaan straks naar de 20 weken echo. Dus dat is een hele spannende echo waarbij ze alles gaan vertellen hoe het zit met de hersentjes, of die goed groeien en of het geen waterhoofdje heeft of een hazellipje. Allemaal van dat soort dingen. Dus het is een hele spannende echo weer. Maar ik heb er wel heel veel zin in. Omdat ze het altijd heel uitgebreid doen. En het is heel leuk om ons mannetje weer even te zien. Hè? Ja. Maar ik ga niet mee. Nee, maar jij mag van de week nog met dat apparaat. Ja? Dan gaan we even samen met z'n tweetjes. Die ligt in z'n maandagochtend. Heb ik geen zin in nou. Die kleine heeft nog geen toestemming gegeven om in beeld te komen. Kijk, hier ziet zijn hoofd. Daar zit echt tussen zijn knieën door te kijken. Dit zijn zijn knietjes. Je ziet het ook veel beter nu. Zie je dat, ook. Echt zo dat oogkastje. Dan zit hier. Ja. Je vader gaat filmen. Stoomlocomotiefje. Ik denk altijd fijn. Ja. Mooi kopje, hè? Ja. Mooi, fijn, klein. Klein neusje. Ja. Ja, ja, ja. Twee handjes naar zijn hoofd. Ja, zijn oren dicht. Hij wil me niet horen en niet zien. En een rotvrouw, die zit in mijn hoofd te duwen. De hele tijd. Die krulde voor hier, dus een navelstreng. Dus oh ja. En dat is placenta dan waar hij tegenaan ligt? Hij heeft een hand voor zijn gezicht. Oh ja. Dit is de placenta. Ja. Zie je een vuistje? Ja. Hij duwde even, of niet? Echt gelukkig. Wat vet lelijk 3D, ja? Ja, hij is nu al ijdel. Maar je ziet zo die beentjes, hè? Ja, ja, ja. Ja, die is goed, hè? Zo die, ja, die is goed. Ja. Ga je moeder dat plassen? Nee, ja. Kijk, als ze directeursbuik hier vrij, gaat hij een beetje vrij. Oh ja. Oh ja, die is navelstreng, ja. Of is dat zijn piemeltje? Poppa. Nee, zat hij aan? Ja, hij staat aan. Als hij achterin is, lacht hij vrij. Ja, ja. Je vader, oh. Joehoe, daar zijn we weer. En we hebben een hele, hele goede uitslag. Helemaal perfect. Helemaal perfect. In alle opzichten. We zijn zo blij. Ja, er zijn eigenlijk geen dingen om te vernoemen, want alles was goed. Helemaal volgens het boekje. Ja. We zijn heel erg blij en opgelucht. Ja. We hebben ook foto's van alle... alle dingen van zijn armpje, van zijn ruggetje, van zijn hartje. Ze kijken echt overal naar. Van de grootte van zijn hoofdje. Of hij 4 hartkamers heeft. De bloeding, open ruggetje. Of het echt een jongetje is. En ja, echt heel duidelijk een jongetje. Maar dit was wel een hele belangrijke in ieder geval. En aangezien het weer maandag is, doe ik weer even een zwangerschapsupdate. En laat ik de buik even zien en hoeveel ik ben aangekomen of niet. Hierbij mijn gewicht. Nou, die heb ik vanochtend al opgenomen. Zoals je ziet ben ik niet aangekomen. Maar ik doe het nu, vanaf nu, wel even elke week echt helemaal in de ochtend. Zodat ik een wat beter vergelijkingsbeeld heb dan mijn buikje. Tadaa! Nu is het moment dat ik er echt... van aan het genieten ben. Ik heb wat meer energie, maar hij zit ook nog niet heel erg in de weg, dus ik kan alsnog. En we hebben de eerste schopjes gevoeld. Ik had van de week al een beetje wat gevoeld. Volgens mij had ik dat vorige week al verteld, maar het was echt heel lichtjes. En wanneer ik echt heel lang, echt een half uur lang, ging blijven liggen zo. Maar gisteren had Bart, voelde ik iets, en toen zei ik tegen Bart, kom met je hand. En dus Bart lag met zijn hand erop. En ja, hij heeft een schopje gevoeld. Echt super, super leuk. We zijn helemaal weer een beetje op de blauwe wolk. Omdat, de echo was goed. En omdat, flashback naar gisteren. Want heb ik natuurlijk, ik vlog normaal niet op zondag. Maar even een flashback hierbij. Want gisteren zijn we voor het eerst babyspulletjes gaan kijken. Film mij ook even. Wow, kijk hoe strak ik eruit zie. Hallo, het is zondag en we zijn heel eventjes... Het is zondag! We zijn heel eventjes bij de carpet ride geweest om onze deal te sluiten. Ja, yeah, die nog niet gesloten is. Maar het gaat allemaal wel goed komen. Ik heb even onderhandeld. Ja, we hebben er het volste vertrouwen in dat het goed gaat komen met de vloer van de carpet ride. Heel veel zin in. Maar we gaan nu
Heel even kijken bij de prenatal. Oh, en ik moet plassen. Ja. Bart heeft er helemaal zin in, hè Bart? Oh, we kunnen echt niet wachten, joh. We willen zo graag dingetjes gaan kopen, maar we willen gewoon echt dat eerst de verbouwing af is. We hebben echt geen idee. We hebben misschien zoveel. Geen idee. Merken, dingen, I don't know. Jullie mogen ook met tips komen voor ons. Vinden we leuk, want het duizelt. Wat hebben jullie voor wagen? Een wiegje. Ja, en dan zet je het naast je bed en dan hup. Ja, het kan wel meer echt bij je liggen dan. Ja. Maar deze had ik echt groter. Ja, want hier gaan er ik vond dat echt in. Een fijn systeem. Kijk, hier zie je het ook, hè? Ja. En dan komen ze allemaal achter elkaar en dan trek je het zo uit. Heb je ze allemaal aan elkaar? Ja. Huh. Ja. Zoals je ziet moet ik Bart nog van alles leren over wat we nodig hebben. Maar ook voor mij zijn er gewoon steeds meer dingen die nieuw zijn. Ik bedoel, dat Jola een baby was is 7 jaar geleden. Dus er zijn allerlei nieuwe dingen op de markt. En ik heb ook niks meer. Het enige wat ik heb is een triptrap. Maar dan moet ik ook nog zo'n stukje voor erop. Ik heb nog een golfapparaat, volgens mij, als die nog goed is. En voor de rest zullen we denk ik echt alles nog moeten hebben. Dus ik had het op Instagram ook al gevraagd, maar ik vind het super leuk om al die tips te krijgen. Als jullie nog leuke tips hebben van dingen die jou echt, echt mega erg geholpen hebben, let me know, want ik vind dat echt leuk om te lezen. En natuurlijk, als dingen alles een klein beetje makkelijker kunnen maken, dan zijn ze van harte welkom. Oké, ik ga even boodschappen doen. Ik zag Garston, maar ik ben hem kwijt. 4 uur. Dat zouden meer mensen moeten doen. Leuk, leuk, leuk. Het bedrag staat op €13,25. Wat had ik jou gezegd? En daar komt onze Mart aan, want die gaat het allemaal weer in scène zetten. Kijk eens schat, we hebben nieuwe foto's. Oh, en alles is helemaal goed met het babytje. Oh, fijn te horen. Kijk naar het hartje. Hier zegt ze jongen. Ja, dat is... Piemeltje. Ja. Piemeltje. En vandaag gaan we stampot eten met andijvie en van de vegetarische slager grote spekjes en braadworst. Ik had eigenlijk meer willen kopen, maar dat vond ik wel heel duur worden. Dus dan even zo. La 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 la. Mag ik ook jus nog? Ja, dan moeten we er nog op doen. Dat moeten we even vastleggen van Bart. Dat is niet normaal hoor. Dit is echt super lekker. Uh-huh. Vegetarische slager. Vegetarische spekjes. Laat eens aan mij zien. En het smaakt gewoon echt naar spekjes, hè? Uitgebakken spekjes. En die worst smaakt gewoon allemaal heel lekker. Net zo hetzelfde. Ja. Dus het is wel best wel lang bakken voordat de smaak omhoog komt. Maar, ja. Dat mag je vaak maken, schat. Nu worden de hersentjes aangemaakt, waardoor de baby straks kan ruiken, proeven, horen, zien en voelen. Hij heeft de grootte van een flinke aubergine. 19 weken. Moet de buik weer gaan groeien. En de knopjes. Ja. Dat daarom moet die buik weer gaan groeien. Afgelopen weekend is dus de wintertijd ingegaan. En dat vind ik ook wel behoorlijk te merken. Het is echt mega vroeg donker. En ook precies vanaf vandaag meteen echt een stuk kouder. We hebben nu pas voor het eerst de verwarming aan in huis. En ik merk dat ook echt, want nou ja, ik zou eigenlijk naar yoga gaan altijd op maandag. Maar nu ga ik even niet naar yoga, want ik heb een beetje last van mijn liezen en een beetje een druk. Op een schaambod. Beetje raar om te zeggen misschien. Maar voelt af en toe een beetje... Ik denk dat ik morgenochtend dan maar lekker cardio ga doen. Ja, en daarna heb ik een afspraak.
En, oh ja, ik ga met Bart naar het gemeentehuis. We gaan aangifte doen van de bebé. Officiële papa is Bart dan. Oké, ik ga even mijn sportkleertjes klaarleggen. En boven nog even wat kleding opruimen. Want ik heb mijn halve kast weer op het bed gegooid. En dat moet ik allemaal nog doen. Dus dat ga ik nu even doen. Zet ik de tv erbij aan. Lekker chill, rustig en zen. Dus, dankjewel voor het kijken voor vandaag. Tot morgen. Doei!